Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een nieuw deel van het geheime strandeiland. Vandaag gaan wij verder werken aan de derde sleutel die wij moeten verzamelen hier in het eiland om alle minigames te kunnen unlocken om te spelen. Ik zie nou trouwens dat je daar een Elytra course daarbovenin hebt. Oh nee, ik snap vandaag, die hele Elytra nooit. In onze instructieboekje staat dat wij voor de derde key, de Diamond Key, moeten wij naar de Samurai Tempel gaan. En als het goed is hebben wij hier, want wij hebben vorige video hebben wij het inner eiland gebeuren gevonden. Wat eigenlijk een soort hubje is voor alle dingen bij elkaar. En hier hebben we toevallig het pad van de Samurai gevonden. Dus die gaan we in ieder geval volgen. Klik even op duimpje omhoog als je veel zin in hebt. En de laatste aflevering zal ik een linkje van de map in de beschrijving doen, dat je hem ook zelf kan spelen. We gaan in ieder geval de Diamond Key verzamelen. Vorige video ging niet helemaal vlekloos, want we kregen het geheime pad niet gevonden, want het was wel heel geheim. En Oeh. Use your armor. Even kijken wat we dan moeten doen. Located in the pad, takes you to the pad of the Samurai minigame. It will be in a chest with a green particle effect floating over it. Ik denk niet dat dit is gewoon voor... Dit is denk ik van de archery gebeuren. Ja, hier kun je je dingen kiezen. Ik pak hier... het change gebeuren wel. Kijk zuid, jongen. Kijk zuid, jongen. Oh ja, natuurlijk hebben ze geen boots. Oh ja, dat hebben ze wel, maar dat doen we niet. Ik kan maar één keer schieten. Oh, horse riding. Wacht, is dat oh, ik ook, inderdaad. Het horse riding path. Dat kan niet kloppen, toch? Dat je maar één pijl hebt. Dat weet ik niet. Ik ben in ieder geval het pad van de samurai aan het volgen. Ook het pad van de lijk. Ja, eten. Even kijken. We moeten dan een kistje vinden met een groen gebeuren erboven. Jezus, wat een lange trap zeg. Ja. Lijkt echt als een malle. Ja, bij mij is het af en toe ook een beetje... Samurai horse riding path. We zitten nog steeds goed. Path of samurai the samurai. Tempel. Die tempel die heb ik volgens mij al een beetje gezien. Oh, hier, hier heb je de chest met het groene gebeuren. Wauw. Huh? Daar is de key. De bootracing minigame. Maar waar is de bootracing minigame? Ja, maar dit kan haast niet kloppen, want er moet hier een archery minigame zijn. Met een horse shit. Path of the Samurai, dat is deze kant op. Ja. Path to the horse stables. Ah, ik denk dat we nu voor de volgende key eerst deze parkour moeten doen. Of in ieder geval dit pad moeten afleggen. Ik weet het niet. Paarden. To summon horse, push button near the doors. Skeleton horse stable. Ik zie geen buttons. Hebben we geen goede difficulty dat al die skeleton dingen weg zijn? Lijkt me sterk. Nee, die staan daar wel. Oh ja. Ergens een button. Oh, hier! Oh. Ah, dan kan dat hier ook waarschijnlijk voor de poort. Ja, ik... Ja. Ja, ik heb nou een normaal paard. Hoppa, ik heb een... Maar je kunt dat paard toch ook... Oh. Moeten we iets met een paard doen? Ja, we hebben armor gekregen en die kende niet eens opdoen. Start minigame hier. Oh. Oei, je hebt ook een zombie horse. Path of the Samurai. Waar ben jij? Ik ben een stukje verder. Ik ben hier. Oh, hier, ja. Hoe heb je de armor aangekregen? Welk armor? Van de pet. Hey! Je moet mij niet hitten, je moet de targets hitten. Maar ik weet niet wat de targets zijn. Zijn dat paden? Nee, sowieso niet. Waar ben je nou op aan het schieten? Ja, weet ik veel. Oei, gek. Oh, misschien bij dat groene hier. Ja.
Lekker man. Waarom heb je er zo weinig? Je hebt hem niet eens. Oh, kak. Ah. Huh, springen. We hebben wel veel targets gehit. Hij zo in een keer door. Maar dit is echt groot, man. Met een mod stikken die targets. Ik kan niet. Wat duurt dat wel lang hier? Misschien nou hier aan het einde dan. die plek is. Oké, voor die. Ja, voor dat nieuwe blok. Racen. Motorboot. Goed eens, jongen. Skiet, hey, die was net mis. Schiet mijn eigen paard kapot. You have missed one target, zeggen ze dan dadelijk. Bidder. Oh, dit is het gebeuren waar we heen tippeden waarschijnlijk. Er zit dan hieronder in die berg verstopt. Oh ja. Hoeveel targets gaan er nog komen? 100. 1000! Ik krijg eruit al 100. Heb jij deze gehad hier rechts? Nee, hè? Ik heb al 30 gehad, jongen. Koekoek, jongen. Wat is dit? Je kan twee kanten op, of wat is dit nou? Oh nee. Ik ga hier gewoon rechtdoor. Koekoek, jongen! Ja, je kan gewoon vroegtijdig kiezen om er gewoon mee te stoppen. Kol eruit! Wat doet het toch lang? Ja, serieus, het is gewoon een rondje op de eiland. Was dit niet die 10 minuten ride? Ja, maar echt. 10 minutes ride of the island. Riding up! Got it. Ride till I can't no more. Gotta take my horse to the hotel road I'm going. Oh, dat duurt het toch lang. Duurt het toch lang, Cody. Oh, ik had hem wel gehit. Cody! Wanneer komt hij voor, Cody? Wat? Ja, dat wil jij zeggen, Cody, wat duurt toch lang? Is dat ooit keer voorgekomen? Zeker. Cody. Hoe lang duurt dit nog, jongen? Ja, ik denk serieus dat we gewoon een rondje om de eiland doen. Zit die batterij op dat pert? Batterij? Nee, zit die batterij in op dat pert? Batterij. Ja. Ja, Ankie van Grunsven. Ten minutes ride, we zijn er bijna. Ik denk ook elke keer dat eens een ding zo'n checkpoint is. Poortje. Dat we gewoon eens een poort gemist zijn. Weet wel, ik ben blij als het klaar is. Ik ook. Hey, oh. De paard stopte er in één keer mee. Ja, ik zou er ook alweer mee willen stoppen. Oh. Volgens mij... Oh nee, dit is nog steeds niet het einde. Dit is gesponsord door een Amerikaanse winkel, hè, de Target. Ja. Targetino. Wat een skieten. Ga je ook sneller dan dat mijn map rendert? Wel. Knap. Mij gaat goed. Bij mij zijn die scores ook weg aan de rechterkant. Ja, bij mij nou ook. Ik denk dat we de game gebroken kapot hebben gemaakt. Mag toch leiden, dat betekent dat dit einde is bijna. Godverdomme, val ik in een plas water ook. Hey, TP ons erbij, dan ben je een stuk verder. Ja, maar dan blijft dat paard hier staan. Wel? Ja, hier, nou heb ik geen paard meer door jou. Nee, hier is toch het einde? Hier. Minigame ends hier! Oei, jong man. Helemaal een ronde gereden.
Ja, maar waar moeten wij de diamond ding dan neerzetten? Hij rent hier gewoon overheen. Ja, waarschijnlijk waar wij nu uitkomen. Weinig, want wij kwamen hier waar we begonnen. Oh. Zit hier misschien iets? Helemaal niks. Dan ga ik even de cheat sheet gebruiken. Ja, dan moet je gewoon even de volgende van die dingen kijken. You can find the treehouse path. Ja, maar... Oei, oei. Kijk uit, jongen. Pas erop. Ja, we lopen wel gewoon naar beneden. Dan... Hé, hey, kunnen we niet via hier naar beneden zo? Hupkee, glijbaan. Saai. Die wat te parkouren. Ja, ik gewoon... Kennen we weer al die trapje naar beneden? Ja, dan komen we bij die hub uit. En misschien dat we daar die bootrace kunnen vinden. Daar ben je altijd zo goed in. Kijk. Bij het hupke. Hupsakee. Hupke. Volgens mij was dat hier. Ja, bootracing en more. Hey. Moeten we daar nou naartoe dan? Ja, moet ik even. Ik heb die key nog in mijn ding. Ja, maar die zou je dan daar wel in moeten leveren, niet? Mystery Mansion. To Mystery Mansion. Die moeten we niet hebben. We moeten de bootracing hebben. Moeten we dan zo ver lopen? Weinig. Jongen. Jij lult, jongen. We moeten naar de treehouse path. Ja, maar we moeten eerst die diamond key plaatsen. Ja, maar de... Oh, wat dat nou? Ik heb de diamond key heb ik nou in mijn handje. Maar heb je die... Zeker, jongen, dat we eerst door moeten lopen. Ik ga wel even kijken. Hier is in ieder geval de dungeon escape. Dungeon escape heb je die lapis key voor nodig. Ja, maar daarom. Waarschijnlijk heb je hier voor die treehouse path... Maar ik ben al bij de... Hier is de bootracing. Ja, maar is dat weer gewoon zo'n losse minigame? Ja. Hier, ik ben nou bij die treehouse. Wat is dit nou weer? You can climb the vines. Welcome. Oh, wacht. Welcome to the Taiga Treehouse. Search this area to find the lapis key and it will unlock the dungeon escape. Dus waarschijnlijk heb jij nou daar die diamond key nodig. Ja. Ja, die heb ik nou. Die moet hier... Ja, hier moet die in. Waar ben jij? Hoppakee. Ik was naar boven geklommen. Maar ik weet alleen niet waar die bootracing zit. Die is nou... Ja. Oh, die zal hier wel in zijn. In dat witte gebeuren. Of niet? Ik denk het niet. Nee, bootracing course. Dat zal wel hier zijn. Wat? Heb je dat ding geplaatst nou? Ja, ik heb hem geplaatst. Ja, hier, bootrace. Explore the ruined tower to unlock. Ja, dat heb ik gedaan. Timed bootrace course. Zit er niet nog gewoon achter? Waarschijnlijk inderdaad gewoon hier doorheen. Ja, hierachter zit het. Maar ik weet dan niet waar het begin is. Dan niet weer op, gewoon op een knop klikken? Misschien hier? Kak. Is dat wel goed aangegeven, dit? Ik heb game mode creative, dan ben ik iets sneller. Oh, dat heb ik niet eens hier staan. Waar is de start? Ik ben die koers helemaal aan het afvliegen. Die koers ziet er wel echt dik uit. Nou, als we hier ook al binnen een bepaalde tijd ergens moeten zijn, dan kan het wel vergeten met mij. Nee, maar dit is geen ijs, dus dit is echt met bootje. Oh ja, dat is wel waar. Maar waar de fuck ja, is dat hier, begin? Ja, hier... Er zou ergens een teleport moeten zijn. Kijk eens in die ruïne. Daar zouden we ergens op een knop of zo moeten kunnen klikken dat we kunnen tp'en. Waarschijnlijk zat die knop gewoon echt tegenover de gebeuren waar... Waarom moest ze unlocken? Waarschijnlijk zat hij hier. Ja. Hier zit hij. Jij ja, wel, jongen. Nakker. Ja. Hier is de nieuwe bootrace.
Dan weet je wat? De bootrace doen we de volgende video. Beginnen we dan mee. En dan gaan we daarna meteen de lappers doen. Zeker! Dus dan doen we in de volgende video de bootrace. En dan de key. En dan doen we de video daarna de dungeon escape. En weer de nieuwe key. Noemen we het zo. Snap jullie het allemaal nog? Snapten we het nog? U gaat het zien, mensen. Bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Als je er veel zin in hebt. Of als je het leuk vond. En dan zien we de volgende keer. Later! Later, hè.